Ruiz, de laatste speeldag, penalty miste tegen Standaard en er testwedstrijden kwam en geen titel voor Anderlecht. Gonjimi, Teixeira, goed breed tot bij De Bruyne. De Bruyne, dit moet het zijn. Ja, een on-goal van Soler is het, denk ik. Nee, of is het toch Gonjimi? Het is ook Gonjimi. De 2-3. Maar er is ook wat gebeurd in Luik. Echt waar. Echt waar. De vreugde, dolle vreugde in Genk. Maar het is 2-1 in Standaard tegen Anderlecht. Zometeen gaan we naar Wouter. Het gebeurt allemaal tegelijk hier. Belangrijke goal hoor van Gonjimi. Ook als Standaard wint. Zeer zeker. Blijft het Genk dat met een gelijkspelletje in deze omstandigheden genoeg heeft. Het is weer De Bruyne met assist. Goede opening. En Gonjimi met rechts. Mooi goal. Goede opening. Gonjimi die aflegt. Overzicht Teixeira. De harde aanname van De Bruyne met links. En ineens goed voor. Kijken. Kijk eens. Niet simpel hoor. Maar zo snel en goed uitgevoerd. Er zouden kansen komen natuurlijk, want ja, je laat wel heel veel ruimte voor Kevin De Bruyne. Nu even luisteren. De standswijziging wordt nu doorgegeven. Vinden die van Gent nog wel goed, de supporters? Die van Genk wisten het al. Want begonnen al boe te roepen. Nog geen kampioen.